Deze tutorial gaat over de muziek van Juan D'Arienzo. Waarom is nou juist zijn orkest zo belangrijk? En was hij een vernieuwer van de tango of juist niet? Hallo, leuk dat je weer kijkt naar ons kanaal. Wil je meer van ons zien? Abonneer je dan en druk meteen op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden als we weer wat nieuws hebben. Juan D'Arienzo, el rey del compás, de koning van de beat. Een van de vier belangrijkste tango-orkesten. Samen met Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo en Pugliese. D'Arienzo was het exponent van de ritmische tango. In tegenstelling tot Di Sarli, die meer van de melodie was. En Troilo en Pugliese, die eigenlijk vanuit de evolutionaire tango meer gelaagde, complexe muziek maakten. En wat is nou kenmerkend voor D'Arienzo? Het is de focus op het ritme en tempo. Hij speelt staccato, zodat dansers ook meer staccato op zijn muziek dansen. Het is absoluut niet complex. De bandoneons worden eigenlijk als ritme-instrument gebruikt. Ze stuwen het ritme en de piano vult de accenten in. En heel opmerkelijk zijn ook de stops die hij maakt in de muziek. Een voorbeeld daarvan hoor je in de Comparsita en deze versie uit 1963. De Comparsita in de versie van Juan D'Arienzo. Met zijn typerende pauzes. En de ervaren dansers weten ook precies wanneer die komen. En zorgen ervoor dat ze dan in de dans ook pauzeren. Maar ja, dan zijn we al 1963. Dus we moeten even een stukje terug naar het begin. En het begin is in december 1900. Dan wordt Juan D'Arienzo geboren. In de wijk Congreso in Buenos Aires. Zijn ouders zijn van Italiaanse afkomst. Vader Don Alberto D'Arienzo en moeder Amalia Amendo. En ze krijgen drie kinderen die allemaal muzikaal talent hebben. Zijn broer speelde bijvoorbeeld piano en drums, een jazzorkest. En zijn zuster zong sopraan en speelde ook piano. Maar zijn vader vond uiteraard het geen goed idee als Juan muzikant zou worden en zich met tango bezig zou houden. In tango zat immers geen toekomst. En dan hebben we het over de jaren 1910. Hij kon beter iets gaan doen waar je een goede boterham mee kan verdienen. Hij kon beter rechten gaan studeren. Juan heeft ook altijd wel zijn best gedaan om zijn vader te plezieren. Om goed te leren. Hij kon ook goed leren. En om hard te werken. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en mede gestimuleerd door zijn moeder gaat hij toch muziek studeren. En vanaf zijn 12e speelt hij al viool samen met onder andere Angel D'Agostino en Ernesto Bianchi. In zijn 10e jaren speelt hij viool in verschillende Guardia Fiaga orkesten. En op zijn 20e debuteert hij samen met D'Agostino in het Teatro Nacional. Begin jaren 20 wijdt hij zich ook nog even aan de jazz, om vervolgens in 1926 terug te keren naar de tango. En dan gaat de echte tango carrière van Juan D'Arienzo van start. Maar nog even over de ontwikkeling van de tango zelf. Tot in de jaren 20 kenden we de Guardia Vieja, de oude garde. De muzikanten waren vaak autodidact, hadden zichzelf leren spelen. De muziek was niet orkestraal met een beperkte bezetting, vaak met gitaar en fluit. De muziek was relatief snel, vaak in een vierkwartsmaat of wat dan genoemd wordt de habanera. En de habanera kennen we van de milonga's. Een mooi voorbeeld van hoe dat klonk hoor je nu. El Caburet van het orkest van Juan Maglio uit 1913.
Amore van Juan Maglio in 1913 met het typerende habanera ritme, het pom pom pom, wat je erin kon horen. Midden jaren 20 verandert de tango, dan begint de Guardia Nueva. De orkesten komen op met meer klassiek geschoolde muzikanten. De bandoneon gaat een grotere rol spelen. Gitaar en fluit verdwijnen een beetje naar de achtergrond en de muziek wordt langzamer en gespeeld in vierkwarts maat of acht-achtste. Een mooi voorbeeld van hoe de tango midden jaren 20 klonk is het volgende nummer van Francisco Lomuto uit 1928, Guapito. Francisco Lomuto met het prachtige Guapito. In 1928 neemt Juan D'Arienzo ook zijn eerste plaat op het Elektra label, waarbij zijn oom toevallig groot aandeelhouder was. Dat helpt. Hij speelt in een orkest met onder andere Ciriaco Ortiz op bandoneon. En wat je nu gaat horen is het allereerste nummer wat ze op de plaat hebben gezet, Calejas Solo, met de stem van Carlos Dante. José Blandengue es el mejor y no hay quien tenga tu muñeca pa' tallar. Ni se conoce un cuidador con más carpeta pa' saber ganar. Y de Blandengue sos el mago que ha conquistado más halagos. Tigre calleja, no hay que hacerle, se impone tu muñeca de gran compositor. Calejas Solo, met zang van Carlos Dante. En Carlos Dante kennen we vooral eigenlijk als zanger bij Alfredo de Angelis, waar hij in de jaren 40 en 50 zong. Calejas Solo krijgt later een andere tekst en wordt verschillende keren opnieuw opgenomen, maar dan onder de titel Nada Más. Een andere zanger waarmee Juan D'Arienzo in die periode ook samenwerkt en waarmee hij in 1929 plaatopname maakt is Francisco Fiorentino. En die kennen we weer van Aníbal Troilo. En met Fiorentino neemt hij onder andere op Victoria. Victoria, cantemos victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Victoria, met zang van Fiorentino. En in deze periode speelt D'Arienzo eigenlijk niet anders dan de grote orkesten in de midden jaren 20 van Canaro, Lomuto, Firpo en anderen. En geheel volgens de mode van die tijd neemt hij niet alleen tango's op, maar ook andere vrolijke muziek om op te dansen. Een mooi voorbeeld is deze ranchera. En de ranchera is een soort huppelend walsje, zeg ik dan maar. Getiteld Fiesta, Asao y Cimarrón. Fiesta, Asao y Cimarrón, een ranchera, en dat is muziek die je tegenwoordig niet meer hoort in de milongas.
Vanaf het midden van de jaren 20 wordt de tango-muziek complexer met de opkomst van de vernieuwers in de tango, zoals Julio De Caro. Wat ook gaat opkomen is de gezongen tango, die we vooral kennen van zangers als Carlos Gardel, Charlo en zangeressen als Ada Falcón. En wat dan plaatsvindt is ook eigenlijk een verschuiving van tango als dansmuziek naar de functie van tango als luistermuziek. En de tango overleeft eigenlijk niet alleen in de theaters, maar vooral op de radiostations die live muziek uitzenden. En de tango komt ook op in de film. De jaren 30 zien we eigenlijk de eerste grote tangofilms. En in 1933 komt de film Tango, uitroepteken, uit. En dat is de eerste Argentijnse film met geluid. Alle bekende tango-sterren uit die periode spelen erin mee. Waaronder ook Juan D'Arienzo, die we in beeld zien als violist, staande voor zijn orkest. In 1937 komt de film Melodias Porteñas uit, een film die gaat over de strijd tussen radiostations waarin opnieuw heel veel tango-grootheden meespelen, een soort sterrenvehikel, en ook daar heeft Juan D'Arienzo een rol. In de jaren 30 is Juan D'Arienzo behoorlijk bekend geworden. Hij speelt niet voor niks in die films, hij treedt op in het cabaret Chantecler. Een van de grote theaterzalen met drie danszalen en een zwembad. En hij treedt met zijn orkest live op voor Radio El Mundo, een van de grootste radiostations in Argentinië. Hij wordt daar ook ontdekt door de platenbazen van RCA Victor. Hij krijgt een platencontract en hij gaat vanaf 1935 voor Victor opnemen. En dat blijft hij doen. Tot 1975. Dat is een 40-jarige verbintenis aan een platenlabel. 1935 is ook het begin van wat we kennen als de Epoca d'Oro, de gouden jaren van de tango. En dat is vooral te danken, niet alleen, maar wel vooral aan D'Arienzo en Biaggi, want die zetten een ware revolutie in. Nou ja, revolutie, dat is maar hoe je er naar kijkt. Want wat D'Arienzo doet is terugkeren naar de speelwijze van de Guardia Vieja. Zij het met de nieuwe sound, met de volledige instrumentatie van een heel orkest. Maar wat hij terugbrengt is de power, de energie, wat hij zelf noemt de mannelijke energie. Hij zegt: tango moet drie dingen hebben: beat, impact en nuances. En niet heel bescheiden zegt hij, en dat is wat ik heb teruggebracht in de tango. D'Arienzo was namelijk niet erg blij met de ontwikkeling die de tango in de jaren daarvoor had doorgemaakt. Hij vond dat de gezongen tango, de tango canción met zangers als Gardel, Charlo en anderen, dat daarbij veel te veel de zanger op de voorgrond werd geplaatst, het orkest en het ritme ondergeschikt gemaakt werd aan de melodie. Hij was ook bepaald geen fan van mensen als Julio De Caro, die de tango vernieuwden en die het misschien op een elitairder niveau hadden gebracht, maar waar je naar de mening van D'Arienzo niet meer op kon dansen. Dat vond hij maar niks. Wat hij doet, hij gaat terug naar het ritme, voortgestuwd door de bandoneons en met een centrale plek voor de piano. De eerste plaatopnames in 1935 voor het Victor-label zijn met pianist Lidio Fasoli. En dat is een stap de goede richting in, maar de revolutie is nog niet compleet.
Dat kun je horen in Hotel Victoria. Hotel Victoria met Fasoli op piano. D'Arienzo heeft in Chanteclerc Biaggi leren kennen, die daar ook op trad. Hij was erg onder de indruk van deze jonge, brutale pianist met flink veel power in zijn spel. En Biaggi zal vanaf december 35 Fasoli opvolgen. En dan gaat het ook meteen een stuk anders klinken. Luister bijvoorbeeld naar El Flete uit 1936. El Flete in 1936, en met de komst van Biaggi is de bloeiperiode van D'Arienzo eigenlijk begonnen. Dit is de D'Arienzo zoals we hem kennen. Samen zullen ze 40 tango's opnemen, 18 walsen en 6 milonga's. En niet te vergeten 2 polka's, maar daar hoor je de mensen eigenlijk nooit over. Maar dat soort muziek maakten ze ook. De walsen die ze opnemen hebben eigenlijk een heel herkenbare stijl. Het zijn falsetitos en ze spelen ze een stuk sneller dan de meeste andere orkesten. Luister bijvoorbeeld naar Falsetto Criollo uit 1937. Falsetto Criollo in de herkenbare stijl waarin D'Arienzo samen met Biaggi zijn walsen speelde. Was dat nou zo anders dan wat anderen deden? Jazeker. Francisco Canaro, die eigenlijk tot 1935 zo'n beetje het grootste orkest had in Argentinië, maakte natuurlijk ook walsen. En in hetzelfde jaar klonk hij heel anders. Bijvoorbeeld zo. In En Vos Baja. Vos Baja, een Canaro neemt ons mee naar Wenen, lijkt wel, op 1 januari. Duidelijk de Europese wals en heel anders dan de falsetitos die D'Arienzo speelde. Hij neemt in deze periode ook een aantal goede en bekende milonga's op. Een van de bekendste is El Esquinazo. De meeste nummers die D'Arienzo en Biaggi opnemen in deze periode zijn instrumentaal, maar er zijn ook wat gezongen nummers. Walter Cabral neemt 3 walsen en een milonga op als zanger. En D'Arienzo neemt slechts 1 tango op met zanger Enrique Carabel. Enrique Carabel had ook een contract bij Radio El Mundo.
En in 1937 zingt hij een van de allerbekendste tango's van D'Arienzo. En in die zin is het een wonder dat ze daarna nooit meer samen hebben opgenomen. Paciencia. Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nadar. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fin? Paciencia, de enige opname van D'Arienzo met Enrique Carbel. Carbel blijft nog wel optreden met andere orkesten en neemt ook nog twee nummers op. In 1941 samen met Horacio Salgan op piano. Hij zal op jonge leeftijd overlijden op zijn 27e in 1945. Carbel wordt opgevolgd, dus na één plaatopname, door Alberto Echagüe. En Alberto Echagüe is een van de twee bekendste en misschien wel beste zangers van D'Arienzo. De eerste opname met Echagüe is in januari 1938 getiteld Indiferencia. Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Dat was de stem van Echagüe, een heel andere stem dan zijn voorganger. 1938 markeert ook het vertrek van Biaggi bij het orkest van D'Arienzo. Biaggi, met de bijnaam Manos Brujas, behekste handen, is in die periode mateloos populair. En volgens de verhalen is dat ook de reden waarom hij door D'Arienzo ontslagen wordt. Het verhaal wil dat zij optreden. En ze spelen de wals Lágrimas y Sonrisas. Biaggi doet een prachtige solo. Het publiek wordt wild en applaudisseert luid, waarop D'Arienzo zich naar hem toe buigt en sist: dit orkest heeft maar één step en dat ben ik. En jij bent ontslagen. Een andere versie van het verhaal gaat heel anders. Volgens die versie wilde Biaggi eigenlijk al langer zijn eigen orkest beginnen. D'Arienzo wist daarvan. En de laatste tango die ze samen opnemen is Piénsalo bien. Denk goed na. Denk goed na voordat je deze stap neemt. Want daarna is er geen weg meer terug. Welk verhaal van de twee ook waar is, maakt eigenlijk niet uit. Ze hebben twee prachtige verhalen. In ieder geval, Biaggi verlaat het orkest van D'Arienzo en begint voor zichzelf. Hij wordt opgevolgd door pianist Juan Polito. En eigenlijk verandert de stijl en de populariteit van het orkest van D'Arienzo daarmee niet. En dat is op zich verbazingwekkend. Dat zal pas veranderen in 1940 als Juan Polito samen met Echagüe en de rest van het orkest op zal stappen bij D'Arienzo. Maar eerst horen we nog uit 1938 Lelia met Juan Polito op piano. Lelia met Juan Polito op piano, die net als Biaggi speelt alsof zijn leven er vanaf hangt. Ja, in 1940 zullen Polito, Echagüe en de rest van het orkest D'Arienzo verlaten. Maar daarover hoor je meer in deel 2 van deze tutorial.
De tango's van de jaren 30 zijn bij veel dansers favoriet. Misschien heb je zelf ook wel je favoriete tango van D'Arienzo, mocht dat zo zijn, uit deze periode of uit de latere periode. Laat het dan weten in de comments. Tot de volgende keer.